Hartstikke trots, ja. Allemaal, iedereen die eraan meegewerkt heeft, is apetrots. Ja, heel mooi geworden. Het is een basisschool geweest, jarenlang. Het heeft die tijd leeggestaan. In die tijd zijn we al bezig geweest om te proberen dit pand te krijgen. En het is gelukt, met medewerking van de gemeente. En knijterhard gewerkt. Heel hard gewerkt, ja. Februari begonnen met de bouw. Eerst gesloopt, toen is de aannemer erin gekomen. En daarna zijn we vanaf juni met een hele grote groep van vrijwilligers bezig geweest om het allemaal op te knappen. Ja. Ja, wat zit er nu allemaal in? Wat is er gebeurd? Wat we gedaan hebben is dat we een aantal ruimtes aan de voorkant samengevoegd hebben. Daar is een hele mooie golf- en koersbalruimte van gemaakt. We hebben de ruimte van de muziekvereniging omgebouwd tot een theaterzaal. We hebben een hele mooie vergaderruimte hier naast ons. Het heet de leeskamer, maar het is eigenlijk ook een vergaderzaal. En het is helemaal teruggegeven aan het dorp eigenlijk. Ja, we hebben hem helemaal teruggegeven aan het dorp. Ja, we hebben hem, alle mensen die in het dorp iets deden met verenigingsleven, in het café, in de Santenkraam, die zijn allemaal hier naartoe gekomen. En het is hartstikke mooi geworden. Ja, geweldig. Onwijs. Mijn kinderen hebben hier op school gezeten en ik heb zelf hier ook op school gelopen. Wat gaat u hier nu doen? Wat ik hier nu ga doen? Ik ga zo meteen achter de bar. Ik vind het prachtig, maar ik ben hier een kleine 70 jaar niet geweest. Dus is het wel leuk om het weer terug te zien. En ik woon hier helemaal niet meer. Dus dat is, en hier was het overblijflokaal. En daar was het verkleedlokaal. Nu zit er één gang aan de andere kant. Leuk hoor, ik wens ze heel veel succes. Knap. En bedrijven hebben geholpen. De plaatselijke schilder die heeft tegen inkoopprijs de verf geleverd. Aannemers hebben geholpen. Ja, het is geweldig geweest. Door kan weer even verder vooruit zien mee. Ja, hier kunnen we zeker mee vooruit. Maar we zijn heel erg trots. Het is een geweldig gebouw geworden. Ja.